Als het goed is, ga je dan meteen rijden. Oh, hey! Hey dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een nieuwe zieke vlog. Hey, Enzo Knol met koorts. Welkom bij deze tweede aflevering. Gisteren was ik ook ziek en lag ik voor pampers op de bank. Zijn jullie benieuwd wat ik vandaag nou allemaal weer ga doen terwijl ik ziek ben? Blijf dan vooral kijken. Ik klink echt super verkouden. Ben ik ook. Het zit helemaal vast hier. En deze heeft daar iets perfects voor. Namelijk een soort van salfje wat je dan hier op je borst smeert. En dan schijnt het helemaal open te gaan. Ruik maar even. Dat is een hele erge mintsmaak of zo. Oh jeetje. Smaak, heb je net geproefd? Nee, maar dat ruikt gewoon zo verschrikkelijk sterk. Ai, ai, ai. Ik heb dus nog koorts en dat is echt heel erg vervelend. Ik heb net vanochtend twee paracetamolletjes genomen en heel veel geslapen. Maar ik heb zo net een Spaans paracetamolletje genomen. Die zijn echt sterk. Aspirine. Dus ik ga ervan uit, aspirine, dat ik me straks... Zo, die lucht die er vanaf komt, jongen, is sterk. Oh, dat is echt sterk. Ik ga ervan uit dat ik me straks wel ietsjes beter voel. Ik zit hier samen te chillen, samen met Bumper. Oh. Lekker hè, Bump. Even lekker chillen. Huh? Ja. Zo nu en dan even lekker knuffelen met Bumper. En met Rudolf de Kruik, die is er ook weer bij. Rudolf die voelt zich nog net zo goed als gisteren. En Reno die is even langs. Yo. Hallo. En Reno die heeft deeg geholpen met de nieuwe lamp. Laat jij de nieuwe lamp van ons eens zien, schat. Daar staat het pareltje. Ik had de oude lamp omgegooid, dus ik moest even een nieuwe kopen. Want het was zo donker in deze hoek. Maar hij is leuk. Dat hebben wij goed gedaan. Het leek heel makkelijk, maar... Het viel tegen. We dachten dat dit de makkelijkste IKEA in elkaar zet stuk ever was. Ja. Maar het viel verdomd erg tegen. Maar wij hebben het gedaan. Ik hoefde het niet te doen. Ja. Nee, jee. Daarom ben jij ziek. Je had er gewoon geen zin in. Precies. Lekker chillen, hè, Bump. Gaan we slaapje doen. Slapen? Slapen? Kom maar. Nou, cuties. Schat, ik zie je borst. Dit flesje zit ik elke keer weer opnieuw te vullen met water. Dit is wel echt een tip van mij voor jullie. Voor degenen die nu misschien ook ziek zijn. Of die misschien binnenkort ziek worden. Ik hoop het niet in ieder geval. Maar er zijn gewoon een paar dingen die je wel kan doen als je ziek bent. En die je gewoon het beste niet kan doen. En het beste wat je niet kan doen is gewoon bezig zijn met dingen. Dus dat je gewoon dingen blijft ondernemen. Dat je gewoon door het huis blijft lopen van oh ik moet dingen doen. Je hoeft helemaal niks en dan ook echt niks te doen als je ziek bent. Het enige wat je moet doen is gewoon chillen. Is gewoon lekker op bank liggen of op bed liggen. En als iemand je kan verwennen, dan moet je je vooral lekker laten verwennen. Laat lekker water voor je halen, thee, lekker kruikjes zoals Dedus bij me doet. Echt super relaxed. En op die manier word je gewoon heel snel weer wakker. Wakker? Ik bedoel beter. Wakker, wat? En wat ook echt een hele goeie is slapen. Gewoon lekker de hele dag door slapen. Wat Bumper dus ook bijna de hele dag doet. Hè? Lekker slapen. Zo te zien is D helemaal losgeslagen met knutselen. Wat is dit nou weer dan? Nou, ik ben benieuwd wat D gaat maken. Dit is echt zo'n typisch kastje die volgens mij bijna iedereen wel heeft gehad. Deze, toen ik jong was, op de basisschool zat, toen had ik altijd van dit soort kastjes. Dan kon je dan heel makkelijk al je troep in opslaan. Zoals de meeste van jullie denk ik wel weten, zit ik vaak op Twitter of op Instagram. Dan zit ik gewoon te reageren op jullie kijkers of gewoon op andere mensen die mij berichtjes sturen. Bijvoorbeeld positieve feedback van jou Enzo, je video is tof. Of Enzo, misschien is het leuk om dit een keer te gaan doen. En daar krijg ik inspiratie van en dat vind ik leuk om te lezen. En toen kreeg ik op Twitter te zien dat KP, Melissa KP, jarig is vandaag. En holy moly. KP Melissa KP, oftewel dus Melissa, die is zo'n groot fan van mij. Dat is niet te geloven. Als je een keer een kijkje neemt op haar Instagram, dan schrik je gewoon van hoe groot fan ze wel niet is. Echt ongelooflijk vet. Dus ik heb zoiets van, weet je, ik ga gewoon haar nummer vragen. Dus ik heb haar een berichtje gestuurd op Twitter. Hey Melissa, wat is je 06? Een beetje random dit, I know. En toen stuurde ze haar 06, waar ik dus even mijn vinger op heb. En dan zegt ze, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik vind het zo awesome. Je voelt hem al aankomen. Ik ga Melissa eens eventjes bellen. En persoonlijk feliciteren met haar verjaardag.
Hoi, met Melissa. Hey, Melissa met Enzo. Oh mijn god, hey. Hoe is het? Goed met jou. Ja, nou ietsjes minder, want ik lig ziek op de bank, maar het is jouw verjaardag. Klopt. Ja, klopt. Hoe oud ben je geworden? 17. 17 jaartjes. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Heb je een leuke dag gehad tot nu toe? Ja, superleuk. Heb je al taart gegeten? Nee, ik zat roomsoesjes. Oh, wat zei je? Roomsoesjes? Ja, slagroomsoesjes. Slagroomsoesjes. Ja. Ga je nog wat bijzonders doen vandaag? Nou, met vrienden en zo zitten. Gezellig. Gebruik je nou expres mijn naam met vrienden en zo? Nee. Oh, je bent nu ook met vrienden, of niet? Ja. Heb je je telefoon op luidspreker staan? Ja. Ik hoop dat je nog een hele leuke dag hebt vandaag. En dat je lekker gaat genieten van je verjaardag. En ik wilde je even opbellen en zeggen dat ik het super tof vind dat je nog steeds zo'n trouwe fan bent. En elke keer namelijk als ik op Twitter kijk of je Instagram, dan denk ik weer van holy shit, dit is echt niet normaal hoe fan ze is. Dus dat vind ik heel erg bijzonder om te zien. Dus daar wil ik je voor bedanken. En dus ja, nogmaals feliciteren. Dankjewel. Nou, heb nog een hele fijne dag. En nou, ik zie wel weer de berichtjes binnenkomen via Twitter of Instagram. Oké, okay, wil je nog wat zeggen? Ik kan ophouden. Oké. Okay. Dankjewel, fijne verjaardag nog. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei doeg. Doei. Ik hoorde nog iemand op de achtergrond. Doei. Superleuk, Melissa, nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dus dat je een superleuke dag hebt. En echt waar, ik vind het heel erg tof. En niet alleen Melissa, maar natuurlijk voor alle mensen die mijn video's kijken. Ik bedoel, als je mijn video's kijkt, je hoeft helemaal niet super groot fan te zijn. Of allemaal merchandise van mij te kopen van mijn website. Of per se iets te doen of zo. Ik bedoel, ik vind het gewoon super tof dat de mensen naar mijn video's kijken. En maakt niet uit hoe, wat of waar precies. Ik vind het gewoon super tof. Waar precies? Ja, ook al zit je op het toilet nu. Lekker een grote boodschap te doen. Superleuk, man. In ieder geval, ik waardeer het gewoon heel erg voor alle mensen die me volgen. Ik doe nu al bijna 4 jaar aan YouTube. Niet te geloven, bijna 4 jaar al. En het gaat gewoon nog steeds zo goed. En ik voel me ook nog steeds, behalve gisteren en vandaag, gewoon nog zo goed. En ik ben nog steeds zo gemotiveerd om elke dag weer 2 video's voor jullie te maken. Soms 3 video's. En dat voelt gewoon heerlijk. Dat voelt echt gewoon super lekker. Dat wilde ik eventjes gezegd hebben. Wie hebben we daar? De boodschapmevrouw. De boodschapmevrouw en boodschapmeneer. Jeetje, gaan we bier drinken? Bumper, gaan we bier drinken? Hey Bumper, welk slokje bier? Hey. Het enige wat jij wil is uitgelaten worden en lekkers. Wat ik jullie net liet zien, daar is Dee dus nog steeds mee bezig. En wat ze heeft gedaan, en dat vind ik echt super gaaf. Ze heeft dus, even kijken, waar staat dat? Oh, hier. Een potje verf heeft ze dus gekocht. Maar dit is niet zomaar verf, dit is schoolbordverf. En dat kan je dan gewoon gaan schilderen op een achtergrond. En dan kan je daarna, zoals je ziet, kan je er gewoon op schrijven met een krijt. Ja, ik heb nu een fotolijst gekocht, maar je kan het in principe overal op doen. Dus. Je hebt zo'n mooi handschrift, hè, weet je dat? Zelfs met een krijtje kan je zo mooi schrijven. Ja, terwijl mijn handschrift echt wel lelijk is. Jouw handschrift is veel mooier dan dat van mij, maar nu doe ik mijn best. Hey, ik heb echt een heel vrouwelijk handschrift. Mijn handschrift laten zien. Oh. Dit is een oud schrift van school. Oké. Okay. Ja, ik vind het prima handschrift. Door het afnemen van deze enquête weet de samenleving op welke criminele punten gefocust moet worden. Ja, nou, gewoon een mooi handschrift. Het is wel leesbaar, maar het is niet mooi. Ik heb een meisje bij mijn klas, Roos. En die schrijft met vulpen. En die schrijft echt met hele mooie lange halen. Oh, dat is zo mooi, hè? Zo mooi. Maar ik mocht dus nooit van mijn leven met vulpen schrijven. Want ik ben links. En dan schrijf je met vulpen. En voordat je aan het einde van de zin bent, is je hele papieren onder de inktvlekken. Omdat je natuurlijk er zelf overheen gaat. Dat is zo herkenbaar. Want Milan, mijn broer, die is ook linkshandig. En als je dan inderdaad, als je rechtshandig bent en gaat schrijven, dan schrijf je van de tekst af. Maar als je links bent, dan ga je weer over de tekst heen. Dus dan zit je hele hand onder de verf. Ja, maar deze is voor jou, dus deze mag je hebben. Nou, wat lief. In the plastic world. Je doet het nooit goed. Jongen, jongen, jongen. Ik denk elke keer dat het is aan mijn barbecue in the plastic world. Nee, in the Barbie world. Blijf spelen.
plastic, it's fantastic. You can curl my hair and touch me. Oh nee, and dress me everywhere. Of and touch me everywhere. Ik weet het ook niet precies. We gaan hem weer aandoen. We gaan even lekker eten. En hier heb ik echt zin in, want het enige wat ik vandaag heb gegeten is een bolletje chocopasta en een rijstewafel pindakaas met stukjes pinda erin. Dat is niet zo heel veel. Meestal eet ik echt superveel op een dag. Dus dit is iets waar ik zeker wel eventjes van kan gaan genieten. Al helemaal nadat ik een Spaans aspirintje heb ingenomen. Oh, ik voel me echt stukken beter nu al. Maar ik ben bang dat als het aspirina uitgewerkt, dat ik me dan wel helemaal kak voel. Maar goed. Ja, gelukkig hebben we nog een heel pak. Ja, precies. We gaan nu lekker eten. Ik hoop niet dat ik je aansteek trouwens. Zijn we samen ziek? Nou, dan ben jij beter. Dan kan jij voor mij zorgen. Precies. Reno die ziet me dus de hele tijd op dit ding rijden. En daar is Reno niet zo heel fan van. Maar ik weet iets anders wat hij misschien wel heel vet zal vinden. Wat? Vet, hè? Oh my god. Wil je het proberen? Ja, ik guess. Je moet eerst gaan zitten en dan pas doe ik hem aan. Dus nu doe ik hem aan. Als het goed is, ga je dan meteen rijden. Oh my! Ik zei toch, jullie moeten dit buiten doen. Oh nee. Oh my god, de ballen, doe maar. Oh nee. Ik kan geen gas. Dit is zo Enzo's schuld. Ja, sorry, dit is mijn schuld. We hadden dit echt buiten moeten doen. How could this happen to me? I made my mistakes. Nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. Oh shit. De leukste kauwgomballenautomaat ooit. Fuck. Oh, even het glas uit bumpers eten halen. Oeps, ik doe hem even uit. Ja, doe maar. Nou, dat ging niet zo goed. Zo, ik zag die muur om me afkomen en ik denk... Oh my god. Oké. Bumper, blijf hier. Er ligt nog allemaal glas, dus Reno en ik gaan dat eventjes opruimen. Kom maar even af. Ik voel me zo schuldig, want... Ik liet Reno dit doen binnen hier in huis. Nu is gewoon het kauwgombalautomaat waar Dee zoveel liefde voor had, vanaf haar 14e al, is gewoon kapot. Oh my god, ik voel me echt kut. Ja, Bumper is kut hè dit. Ja, is Enzo weer stom hè. Enzo leert het nooit. Mijn moeder zei altijd dat toen ik klein was, buiten spelen Enzo, niet binnen. Dee zegt altijd, Enzo doe dat naar buiten, niet binnen. Toch doe ik het elke keer weer. En dan krijg je dit. Zo, je ging wel hard, Reno. Ik schrok me eigenlijk dood. Ja, heb je geen pijn? Nee, dan niet. Nee? Nee, joh. Dan ving alles op voor mij, joh. Nou, gelukkig deze keer niet alle brokjes door de hele kamer, maar alle kauwgomballen van D. Heerlijk eventjes met Bumper een stukje gelopen. Het leek me wel eventjes fijn, want dan krijg ik wat frisse lucht binnen. Kan ik weer even een paar Pokémon vangen in de tussentijd. Maar vooral die frisse lucht, dat zal me vast wel goed doen. En ik sta nog steeds... Zo. Gelukkig heb ik niet overgegeven. Aan de ene kant had ik wel zoiets van, als ik juist ga overgeven, heb ik het idee dat ik daarna ook gewoon in één keer beter ben. Maar ik had niet zoveel zin om die vinger in mijn keel te steken. Dus ik heb nog niet gespuugd, dan ben het ook niet van plan. En ik begin me steeds een beetje bij beetje, elk uur... wat beter te voelen gelukkig. De dag zit erop. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk voel ik me morgen weer 100% beter. Ik ben bang van niet, maar in ieder geval wel beter dan gisteren en vandaag. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Even lekker heel veel uurtjes slapen. Dat is altijd goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem alsnog een beetje leuk. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk checken jullie dus morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.